We zijn weer bij het Josti Wendt Pret Praatloket en ik heb Jacco bij me en dat is een hele tijd geleden. Jacco, goeiedag. Hey, Leon. Hoe is het met je? Goed hoor. Hey, jij hebt een hele nieuwe pop bij je. Ja, die hoort bij mij nou even. En waar heb jij die gescoord? Nou, ik ging even wat kopen voor mijn geld. Ik dacht, weet je wat, ik koop deze eventjes voor mezelf. Ja, maar waar heb je die gekocht? Bij de Efteling. Bij de Efteling. Ben je bij de Efteling geweest? Ja, yeah, was echt superleuk. Alleen opeens geen hard stortbuien. Nou was het goed te regen. De get verdamme. Oh, ben je met de kromme spaak met je werk naar de Efteling gegaan? Ja, met heel veel jongens ben ik heen gegaan. Oh, maar gezellig, dat was superleuk, hoor, die gasten. Hey, ben je ook nog in die baron geweest? Die is kapot. Oh, nou, ik durf daar niet in, hoor. Dus dat, en jij? Zou jij daarin durven? Nee, ik ook niet. En wat? En de jongste dag zat nog steeds, maar hij was in de fik gestoken. Die plank hout was in de fik gestoken. Oh? En ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij is weer gemaakt. Oh, gelukkig. Hé, maar wat vond je het leukste van de Efteling? Die piranjes achtbaan, met die wild waterbouw. Oh, ik was net naad, mijn hele broek is nat. Ik dacht, godsamme, nee, hè? Oh, echt, joh. Nou, en wat vond je nog meer leuk? Nou, de Pirapolt hebben die onder boven huis. Chill. Oh, die spookhuis. Je hebt die kantjes en dan heb je gewoon draaien. Ik dacht, kijk, Jordje. En opeens was het nieuws een beetje missen gewoon. En Victor, ik dacht, jeetje, maar kijk, wat heb je nou gedaan, Victor? Ja, ik word al misselijk van een zweefmolen. Ik kan er ook niet tegen, hoor. Nee, echt niet. Je weet echt dat ik wist wat niet, Jan. Nee, joh, ik kan er echt niet tegen, Jacco. Hey, maar moet je straks nog werken, of... Boah, ik ga zo lekker werken en ik kom op paard. Je denkt, ik doe rustig aan. Ik maak me niet druk, toch? Nee, Jacco. Nee, maar het is wel een prachtige pop. Jacco, laat het nog eens goed zien. Kijk, dit is hem, hè? Dit is hem. Heeft hij ook nog een naam? Lange Jan. Dat is een... Lange Jan. Ja, een soort grote vriend van mij. Oké. Hij kan heel goed toveren, hè? Ik ben al een hele tijd niet in de Efteling geweest, dus toen moet je een keertje heen gaan. Ja, joh. Ja, dat moet ik eigenlijk wel weer een keertje doen, hè. Ja, dat is waar. Ja, moet je een keertje heen gaan, hè? Ja, nou, ik vind het leuk dat je de pop even hebt laten zien, je nieuwe aanwinst. Het is echt een prachtige. En ik wens je heel veel succes bij je werk. Oh, je zit nou weer in je jas. En ik zie je wel weer een keertje, Jacco. Ja. Oké, nou, doeg. Zo, dan ga ik weer door, Leon. Ja, jij gaat weer naar de Kromme Spaak. Ja, je hebt de post heb je gehaald. Ja, post mee. Post voor de Kromme Spaak. Heel goed. Want de Kromme Spaak is in Zwammerdam, hè. Die maken allemaal fietsen, waar? Ja, tuurlijk maar wel de fiets. Heb je nog druk? Heb je nog veel werk? Nee, ik heb het, hè. Dus mensen van Zwammerdam en omgeving, als je fiets kapot is, ga naar de Kromme Spaak, waar? Ja, als je nodig hebt, dan ga je naar de Spaak toe, hè. Jacco staat klaar om uw fiets te repareren. Oké. Toch? Gaan we door, Leon. Oké, jongen. Nou, groetjes, hè. Oké, doei.